mevrouw, bijna oud jaar. U ziet er waarschijnlijk naar uit, hè? Ja. Ja? Ja, ja. Toch wel of toch niet? Een beetje twijfelachtig. Beetje twijfelachtig, ja. Alles heeft voor- en nadelen. Ja. Maar ja, oliebollen zijn er al, zag ik. Ja, en er is ook vuurwerk. En ja, er is ook vuurwerk. Ja, u weet, het vuurwerk afsteken is discutabel. Ja. Hoe staat u er zelf in, als ik vragen mag? Nou, ik vind vuurwerk prachtig. Maar het moet wel veilig gebeuren. Ja, en wat, hoe ziet u dat voor uzelf dan? Ja, een afgeschermd gedeelte, ja. Misschien. Ja, ja, hier op de markt is het natuurlijk ook allemaal bebouwd. Dus ja. Dat valt ook niet mee. Nee. Maar achter is toch nog wel ergens een vrij plekje. U bent voorstander om het georganiseerd te doen in plaats van individueel? Ja. Ja, omdat het niet veilig is en ook wat overlast, geluid betreft en allerlei andere dingen. Ja, vooral lawaai. Veiligheid als je zo in het publiek staat. Nou, uw mening is duidelijk. Ik dank u wel voor uw reactie. Graag, en een fijne dag nog. Graag gedaan. Dag, mevrouw. Ja, hetzelfde. Dank u wel. Oliebollen, ja. En vuurwerk, hè. Dat zijn twee dingen die vaak samen gaan. Wat heb jij met vuurwerk? En het is de laatste tijd toch nogal discutabel, hè, vuurwerk. Hoe sta je erin? Steek je vuurwerk af? Ja, wel een beetje, maar niet heel erg. Gewoon van die kleine fonteintjes en niet hele grote, zwaar vuurwerk. Oké, en wat vind je ervan dat mensen erover klagen? Of dat er stemmen opgaan om het eventueel centraal te organiseren in plaats van individueel of privé? Ja, ik snap het wel, maar ik denk niet dat dat een heel goed idee is. Nee. Als je het echt illegaal gaat maken, vuurwerk, dan gaat iedereen toch naar het buitenland halen. Oké, dus als mensen... Alleen maar gevaarlijker. Als mensen het netjes doen, zeg jij gewoon zelf blijven doen. Gewoon zelf, kleine dingetjes. Ja, ik hoop dat het zo blijft. Oké, bedankt voor je reactie en een fijne jaarwisseling uiteraard met... Met oliebollen en vuurwerk. Even vragen wat de dedusvader ervan vindt. Bel even aan. Goedemorgen meneer. Ik wil graag even weten, het is bijna oude jaren, vuurwerk. Kijkt u daar naar uit of hebt u daar last van? Of bent u daar zelf voorstander van? Want u weet, het is nogal discutabel de laatste tijd, hè? Wat is uw reactie? Wat vindt u dat men het collectief moet doen, georganiseerd, of dat men het gewoon zoals men het altijd heeft gedaan, individueel mag blijven afsteken? Nou, ik vind het vuurwerk wel, zoals het nu gaat, mag het wel veranderen. Ik vind het knallen vind ik maar niks. En waarom is dat? Omdat u last hebt van het lawaai of van afval? Of, weet je, het is... Ik schrik altijd, soms als ik televisie te kijken en keiharde knal. Ja. Ja, dan schrik ik wel behoorlijk over. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Oké, dus. Ik ben er niet echt U bent er niet zo blij mee, niet zo happy mee, zeg maar. U zou liever zien dat men het op één of centrale plek ergens in Dedemsvaart of waar dan ook zou organiseren en dat mensen het daar samen doen in plaats van dat iedereen het op zijn eentje gaat doen. En dat er ook meer controle is waarschijnlijk. Ja, dat zou veel beter zijn dan wat nu is. Nou, we wachten het af. In ieder geval. Want ik vind dat veel beter. Ja, uw mening. Nou, dat vind ik helemaal niks. Duidelijk, uw mening is gehoord. Bedankt voor uw reactie, meneer. Dag. Mevrouw, straks vuurwerk. Hoe kijkt u daar tegenaan? De meningen zijn nogal verdeeld. Nou, één of Hattenberg. Ik vind dat er eigenlijk één of twee stadsvuurwerken georganiseerd moeten worden. Dan mogen dan bewoners en stadsmensen zelf dat gauw bij elkaar leggen. Ja. En tot aan het stadsvuurwerk. Want dan krijg je één groot mooi vuurwerk. En niet in de hele stad dat geknal. Ja. En dan bijvoorbeeld zoals een café of zo, tot die dan bijvoorbeeld beeld dat je daar dan... Je kunt daarna het vuurwerkshow kan gaan zitten drinken of zo. Oké, want hebt u er verder last van dan, van het vuurwerk zoals het nu al jaren wordt gedaan in de straten en in de woonwijken? Nou ja, dus bij ons gaat zelfs bijna, gaat soms zelfs, we moeten alles dicht doen, anders gaat het brandalarm gewoon af. Oké, u wordt er ook wel een beetje angstig van of zo?
Nou, dat valt nog wel mee. Nee, nee. Want ik ben nog niet, gelukkig niet zo oud dat ik de oorlog heb meegemaakt. Ja. Maar ik heb mensen die bijvoorbeeld uit vluchtelingenkampen komen, kan ik het wel voorstellen. Ja. Dat, want in Nederland zelf, maar vooral voor de hulphonden en zo, vind ik het wel zielig en zo. Oké, dankjewel voor uw reactie en een prettige jaarwisseling zou ik zeggen. Ja, en hetzelfde. En alle mensen die dit zien, ook nog een prettig nieuwjaar vanuit Hardenberg, Ida van der Leij. Dank u.